Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kan je er iets uithalen voor je eigen gameplay of voor op het veld. Ik zal vandaag starten met Feyenoord tegen FC Groningen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video. Het is eigenlijk zonde om binnen te zitten met dit weer. Maar goed, we begrijpen dat u deze wedstrijd niet wilt missen en wij ook niet. Van harte welkom dus allemaal op deze fijne voetbalmiddag. Het commentaar dat u hoort bij deze wedstrijd komt van collega Jeroen Guter en ondergetekende Sierte Vos. Het duel dat we uitzenden is er één in de Eredivisie. Dit is Feyenoord en ze ontmoeten FC Groningen. Dank je, Siert. Ja, nieuwe wedstrijd, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ben benieuwd wat deze spelers er vandaag van gaan maken. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Torenstra. Alireza Jahanbakhsh. Een succesvolle tackle op eigen helft. Kan er hier voor gevaar zorgen? Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. Slim steekpaasje. En los van zijn man. Doelpunt! Zo, dat zit bezig. Vroeg in het duel komen ze al op een 1-0 voorsprong. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Goal! Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Brian Linssen. Niet meer in balbezit na die ingreep. Denkt u er bij het verlaten van het stadion aan? Dat is een gevaarlijke steekbal. Hij kan van heel dichtbij. Zo uit de lucht. Ja, koekoek. De techniek druipt er vanaf. Een volley met een timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. De keeper zag die twee aanvallers op zich afkomen. Ja, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, te laat. Het was verrassend geweest als ze deze kans niet hadden benut. Keurig uitgespeeld. De treffer voor Feyenoord. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Brian Linssen. De kant van dichtbij. Goeie redding zeg. Raakt de bal kwijt na die tackle. Pedersen. Alireza Jahanbakhsh. Slechte pas, hij levert hem in. Dat moet beter. Groningen zet een nieuwe aanval op. Simpel geblokt, dat is goed. Nee, die gaat er dus niet in. En dat is te danken aan de keeper. Ja, en dan te bedenken dat het van heel dichtbij was. En zij zullen denken, het is te wijten aan de keeper. Voor het doel gegeven. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander.
bal onder Schep. Sterke tackle, pakt de bal af. Nou, zoals u ziet is Feyenoord vandaag het meest in balbezit. Hun middenvelders hebben heel weinig tegenstand te duchten. Nou, ik zie ze hier nog wel een overtuigende overwinning boeken, hoor. Hij zit er goed tussen bij die pas. Nog steeds op weg naar het doel. Nou, dit moet je maar durven. Het bijzondere aan Rotterdam is dat het naast Feyenoord, een enorme club, een geweldige supporterschare, ook nog twee andere profclubs heeft. Rotterdam-West, die paas had hij eerder verwacht. Na die tackle is hij de bal kwijt. En nu wordt het oppassen. Nog steeds in aanval. Ach nee, de tegenstander heeft de bal alweer veroverd. Nu snel eruit komen. Die steekbal lijkt aan te komen. Ja, die is goed raak zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Wat een uitstekende eerste helft om nu al op zo'n voorsprong te staan. Gaat dit wat worden? Ja, zo'n hard schot is leuk op de kermis, maar hier heb je er weinig aan. Nee, helemaal niet zelfs. Misschien de volgende keer iets minder hard proberen te schieten. Maar het is maar een adviesje, hoor. Pedersen. Alireza, je handbars. En een mooie kans. Redding, maar de bal blijft in het spel. Over die situatie zal nog wel even worden nagepraat. Want de supporters vinden dat daar een strafschop voor had moeten worden gegeven. De pas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Ze krijgen 1 minuut blessuretijd. Er wordt gefloten voor de rust. Hierbij gaan we de rust in. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. We gaan gauw door naar de tweede helft. Ik zou zeggen, kijk gerust mee tot het einde. De voorsprong voor Feyenoord na het eerste bedrijf, dat belooft veel goeds voor speelhelft nummer 2. En dat had hij goed gezien. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Ja, op het doel. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding zeg. Ja. Het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Corner voor het doel gebracht.
Er zit iemand tussen. Er ligt ruimte voor de counter. Wordt deze uitbraak nog afgemaakt? Fenomenaal, een razendsnelle uitbraak. En wat een geweldige afronding. Er zit zoveel snelheid in deze ploeg. Hè. En de counters die zorgen elke keer weer voor gevaar. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En dan krijgt die speler vreemd genoeg alle ruimte en tijd om zijn hoofd tegen de bal te zetten. Ja, dan is er voor de keeper geen beginnen meer aan. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Ze komen opnieuw in balbezit. Kunnen ze dit snel uitspelen? Een sluwe steekpaas. Nee, ja, nu is het bij het spel. Ongelooflijk. Het blijft een kwestie van timing om zo'n tegenstander te snel af te zijn met een loopactie. Ja, zo'n paas moet op precies het goede moment worden gegeven. Het leek nog niet op een doelkans, maar toch doet de verdediging zijn werk en zet het buitenspel. Al scheelt het ook weer niet heel erg veel. Er wordt een speler vervangen. Mo Elhankouri. Hij ging er goed in, alleen is het nu wel een inworp. Mike de Wierik. Wat gaat hij hiermee doen? Een doelman met een redding. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Een zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Een kans op een counter. Guus Til. Kans om te scoren. Sterk ingegrepen, zegt door die verdediger. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Alsnog een vrije trap toegekend. Na de situatie even aangekeken te hebben. Kun je aan hem overlaten. Die speler weet hoe je de bal af moet pakken. Goed geblokt dat schot. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. We weten dat deze speler veel overzicht heeft en dat etaleert hij in deze situatie. Moet je eens kijken hoe hij zijn medespeler weet te vinden. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Michael de Leeuw. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. En nu snel schakelen voor de counter. Die bal is een makkie voor de keeper. Wat gaat hij nu doen?
Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. En ook hier geldt koekoek, doelpunt Feyenoord. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De score is 5 tegen 1. En we trappen weer af. Nu 11, Brian Linssen. Die bal is hij kwijt. Een kans om te scoren. Ah, ja, Handbak scoort. Ach, wat een goede goal is dat zeg. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. Nog 8 minuten van de 90 te gaan. Mo El Hankouri. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Van de bal afgezet. Ze kunnen snel uitbreken nu. En die veelbelovende counter eindigt zo in balverlies. Zou wel eens wat kunnen worden. Hij weet de bal weg te werken. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Nog steeds op weg naar het doel. De tegenstander kan zich herstellen. En de aanval loopt al dus spaak. We zijn er nog niet helemaal. Want er wordt 4 minuten blessuretijd bijgeteld. Hij geeft hem diep. Brian Linssen. Komt er het doelpunt aan. Afslachtige poging om de bal weg te werken. Mo El Hankouri. En dat is het verlossende fluitje. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. Voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.